Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Friso Wiegersma, decor- en kostuumontwerper, schilder en tekstschrijver. Hij schreef vooral teksten voor Wim Sonneveld, met wie hij meer dan 27 jaar een relatie had. De meest bekende teksten van Friso Wiegersma zijn: Zij kon het lonken niet laten, Lieveling, Het lachen dat we samen deden en Het dorp. Dorp is voor het tweede programma geweest met Ina van Vaassen. En dat gaat over het dorp waar ik vandaan kom. Dat had ik wel een paar keer gezegd. De teleurgang van zo'n dorp vind ik zo jammer. Daar zou ik zo graag een liedje over schrijven. Dan zei hij, nou, daar zie ik helemaal niks in. Het interesseert niemand een klap. En toen kwam hij aandragen met La Montagne van Ferrat. En dat, toen zei hij, dat vind ik zo'n mooie muziek. Kunnen we daar niet iets mee doen? Toen zei ik, ja, met die muziek kun je wat doen. Met die tekst kun je niks doen. Want die tekst is zo, gaat over zoiets wat in Nederland helemaal niet bestaat. Dat gaat namelijk over bergdorpen die leeglopen. Ten eerste zijn er in Nederland geen bergdorpen en ten tweede lopen de dorpen helemaal niet leeg, maar vol. Dat is juist het hele punt. En toen dacht ik, toen zei hij, kun je er dan iets anders op maken? Toen zei ik, ja, ik zal eens kijken. Toen dacht ik, maak er stiekem toch dat lied op over mijn dorp. En toen het af was, was hij ineens ontzettend enthousiast. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Vindt u het niet vervelend dat mensen schrappen in uw teksten of veranderen? Dat ligt eraan. Dat ligt eraan. Wim had, ik weet dat Annie Schmid bijvoorbeeld had een reuze pest aan, Guus Vleugel ook. Maar het is gebruiksvoorwerp. En Wim had natuurlijk toch, wist toch het beste, wat hem het beste de bek uitkwam. Hè? Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Dus hij maakte het voor hem, en daar gaat het nou maar om. Want het is niet om te lezen, het is om te doen. Hij maakt het voor hem altijd beter. Dat is beslist waar. En iedere artistiekeling heeft natuurlijk die ijdelheid om te denken van iedere komma staat nu perfect. Maar er is altijd een moment dat je denkt, hij moet er nog wel geklooid worden. Dat vind je vervelend, maar hij had eigenlijk altijd wel gelijk. Dus op een gegeven moment kon het me niet zoveel schelen. Er waren momenten dat ik zei, tot hiertoe en niet verder. Want anders kan ik veel beter een nieuw liedje schrijven. Maar als er eens een regel veranderd werd. Kijk, dat was met kostuums ook zo. Daar had ik dan ook wel eens dat Mary tegen me zei. Mary Dresselhuis? Ja, Mary Dresselhuis. Van, god, daar wil ik een kraagje op, want dan heb ik een bultje in mijn nek. Dat vind ik vervelend. Dan dacht ik, nou, dan krijg je een kraagje op. Als dat verder de hele jurk niet verpest, dan waarom niet? Diezelfde verhouding die ik met Mary in kleding had, had ik met Wim in liedjes. Want Wim maakte het altijd nog beter dan het was. Yeah.
Ze kon het lonken niet laten. Ze lonkt het naar iedere man. O, meisjes, houd toch in de gaten. Ik, die man is natuurlijk voor mij uitermate belangrijk geweest. Ik heb ten eerste heb ik ontzettend van hem gehouden. Dat is gewoon zo. En ten tweede was het natuurlijk een ontzettend leuke man om mee om te gaan. Want het was een leuke man. Hij had natuurlijk ook zijn makkers. Maar goed, dat heeft iedereen. Maar het was een leuke man. Je kon vreselijk met hem lachen. Hij was inventief en was ondernemend. Hij sleepte je overal mee naartoe. Hij kende Jan en alle man. Het was een gezelligheidsdier. Het was een mislukte paterfamilias eigenlijk. Hij had eigenlijk een groot gezin gehad moeten hebben. Dat was die groep die hij altijd om zich heen had, dat was eigenlijk zijn gezin. Die sleept nu ook overal mee naartoe. Dat zul je ook van iedereen horen die bij hem gewerkt heeft. En dat maakt die man heel attractief. Hij was heel gezellig. Ondanks dat hij een zeer zwaar melancholische kant had. Maar dat is veel met artiesten het geval. Vaak met komische artiesten. Hoor je heel vaak. Bugeaud was ook zo iemand. Het was ook zo chagrijn. Nou, chagrijn. Was Wim chagrijn? Nee, Wim was geen chagrijn, maar Bugeaud was een chagrijn. Wim was zeker geen chagrijn, maar die had dus, een melancholische kant. Dat zie je vaak. Dat is heel gek. Hij kon op een gegeven ogenblik, moest je dan ook maar aanvoelen, als hij er genoeg van had. Dan ging hij naar boven, naar bed met een boek, en dan moest je hem even zo een half uur of een uur niet benaderen. En hij was zeer gesloten. Je moest het maar raaien. Hij zei nooit iets. Je moest maar raaien waar het door kwam, waar zijn stemming door kwam, wat hij van iets voelde of zo. Hij sprak zich niet vreselijk uit. Het was niet iemand van, laten we nou eens bij elkaar zitten en de zaak uitpraten. Dat was er zeker niet bij. Het was geen inspraakfiguur ook. Helemaal niet. Nee. Maar het was toch een ontzettend leuke periode. Heel belangrijk. Het langste heb ik moeite gehad met privéfilmpjes van hem. Kijk, die showopnames, daar zit je altijd al van buitenaf naar te kijken. Dat is Wim wel, maar dat is Wim op het toneel. Het moeilijkste is altijd waar je iemand ziet lopen en lachen en gewoon ziet doen zoals die was. Het was nog heel dun ook. Kijk, inderdaad, die zijn auto's in een Vauxhall uit die tijd. Laat hij de achterkant van de auto zien. Moet je zien hoe leeg die grachten ook nog waren. Er is bijna geen auto te bekennen. Dit ben ik. In een geel jasje, ik weet het nog goed. Hé, kijk eens wat nuffig ik was. Ongelooflijk. Nu staan we bij elkaar. Nou, dit is het anders. Verder staat er niks op. Hij was ontzettend op zijn privé gesteld. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik hem daar groot gelijk in gaf. Ik had ook zelf helemaal niet de behoefte om op de voorgrond te treden als de vriend van Wim Sonneveld. Niet omdat ik geen van ons tweeën geneerde over onze homoseksualiteit. Maar god, het is gewoon een gevoel dat er ergens een privéleven is waar andere mensen niks mee te maken hebben. Maar u was toch ook de tekstschrijver? Ja. Goed, maar dan hoef je toch niet met iemand naar bed te gaan om een tekst voor iemand te schrijven. Nee, maar u schreef onder een andere naam op verzoek ja, van maar hem. Dat, ja, nee. Hugo Verhagen schreef. Ja, maar dat was niet op verzoek van Wim speciaal daarom. Dat was om de typisch Nederlandse trek die erin bestaat, dat critici zeggen, als ze weten dat je decors maakt en ook teksten schrijft, dat ze dan zeggen van, nou, ik vind ook maar dat hij maar bij de decors had moeten blijven, want teksten kan hij niet schrijven. Het is toch erg van schoenmaker blijft bij je leest in Nederland. En Wim zei, ik denk dat je er veiliger aan doet om het eerste programma gewoon onder een andere naam te schrijven. En als ze het dan eenmaal goed vinden, dan zeg je, haha, dat was ik eigenlijk. En zo is het ook gebeurd. Telkens weer, alsof het nooit geneest. Blijft er die pijn staan, om wat is geweest. Maar telkens weer, denk ik, er komt er een.
ik alleen voor leef, mijn hart aan geef, baby. Ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Op muziek schrijven is moeilijk, hè? Op bestaande muziek, want dat heb ik ook moeten doen bij Telkens Weer. Wat ik ook gemaakt heb, dat was de muziek van Ruud Bos, was er al. Voor de film wil je zien. En toen heb ik eindeloos door het huis gelopen eerst, met die muziek natuurlijk. En dan denk je, wat is dat toch? Ja, hoor. En dan loop ik door het huis, dan dacht van daar moet het mee beginnen. En toen dacht ik ineens, daar kan op Telkens Weer. Want dat komt op het eind, in het midden en op het eind terug. Maar toen wist ik helemaal nog niet wat er telkens weer moest gebeuren. Maar dan heb je wonderlijk genoeg gaat schrijven, althans bij mij zo, dat als je die woorden hebt, die catchy zijn, dan ben je al op de helft. Dan verzin je er toch wel bij wat er telkens weer moet gebeuren. Dat komt dan wel. Waarom komen we tegenwoordig geen teksten meer tegen van Friso Wiegersma? Ik schrijf bijna nooit zomaar iets. Ik schrijf eigenlijk altijd in opdracht. Ik heb geloof ik het enige liedje wat ik niet in opdracht geschreven heb, en dat was dan ook echt heet van de naald, was het lachen. En verder heb ik wel eens 2 of 3 liedjes geschreven, niet in opdracht, en die zijn... En die heb ik aan Jan en allemaal aangeboden en die zijn nooit gedaan. Dus dat is verspilde moeite, liggen in een la. Dus ja, je moet iemand hebben die jouw teksten graag doet. En het moet natuurlijk ook nog iemand zijn waar ik graag voor werk. Want als ik natuurlijk geen affiniteit voor iemand heb, dan kan ik het wel vergeten. Ik heb wel eens opdrachten gehad, ook na de dood van Wim, waar ik niet uitgekomen ben. Omdat ik dacht, ja, wat die wil, dat kan ik niet. Eigenlijk zit u gewoon te wachten tot er iemand komt die u ligt en waarmee u lekker aan de slag kunt gaan. Ja. En ik heb het wel eens aan bepaalde mensen voorgesteld. En dan zei ze ja. En dan hoorde ik niks meer. En dan denk ik, ja, god, het is wel goed en schilder ik wel. En ik heb ook nog een heleboel andere dingen die ik kan doen, dus ik verveel me niks. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij, het is voorbij. En wat we waren, ik en jij, is onherroepelijk doorgesneden. Nu is de winter ingetreden, een bar en bitter jaar getij. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij, het is voorbij. Maar uit een ver voorbij verleden komt altijd weer omhoog in mij, als water in een woestenij. Een lachen, lachen zonder reden, het lachen dat we samen deden.